En die keken me aan en zeiden, gaat nooit gebeuren. Ja. En de wereld is veranderd, want we weten het allemaal, de oorlog in Oekraïne. Hoe cru ook, geeft de oorlog daarmee de NAVO dan ook weer bestaansrecht? Nou, ik denk dat de NAVO altijd bestaansrecht had. En daarmee nog steeds heeft. Alleen ik denk wel dat het nu beter gewaardeerd en gezien wordt dan een tijdje geleden. Ik denk dat heel veel mensen dachten dat vrijheid en vrede vanzelfsprekend was. Sterker nog, dat heeft natuurlijk geleid tot grote bezuinigingen bij Defensie. Gedurende meer dan 25 jaar. Ja, niet alleen in Nederland, maar bij veel van de NAVO-lidstaten. We hebben natuurlijk heel lang gedacht dat Rusland onze partner zou worden. Bijna 20 jaar hebben we dat geprobeerd. En in 2008 met Georgië, 2014 met de Krim en 2022 met weer Oekraïne hebben de Russen laten zien dat ze die status niet waardig zijn en dat ze echt onze grootste bedreiging zijn. Ja, want dat is nu ook de officiële benaming. Als we het NAVO-strategisch concept erbij pakken wat recent is gepresenteerd. Dat klinkt misschien voor de luisteraar een beetje abstract. Maar dan gaat het gewoon over hoe zien wij de toekomst voor de komende 10 jaar van de NAVO. Ja. En daarin staat dan, als ik het even voorlees, dat Rusland de meest belangrijke en directe bedreiging voor de veiligheid van de bondgenoten en voor de vrede en stabiliteit in de Europese Atlantische zone is. Is dat dan uw voorstel geweest om het zo te benoemen in dat concept? Nee. Nogmaals, teksten die waaruit je voorleest zijn door de handen gegaan in de 30 landen. Dit is dus ook met consensus is deze tekst tot stand gekomen. En is er dan ook geen discussie over geweest? Daar is heel veel over dit soort teksten zijn ongelooflijk veel discussies. Tot op de dag van de top zelf, zeg maar. En dat is ook begrijpelijk, hè? Want omdat je het voor 10 jaar vastlegt, is het heel belangrijk. En wil iedereen de dingen die in dat land het meest belangrijk gevonden wordt erin hebben. En dat lukt natuurlijk niet altijd en dat leidt dan tot compromissen. Ja, maar hoe komt u dan uiteindelijk tot zo'n tekst? Hoe gaat u te werk als u merkt van, hey, de ene NAVO-lidstaat nou, wil iets anders dan de ander? Mijn bijdrage was dus niet de politieke tekst, maar was gericht op de militaire input voor die teksten. En als je het strategisch concept van 2010, het laatste, voorlaatste, leest, daar stonden bijna geen militaire woorden in. En dat is nu echt heel anders. En dat komt ook toch door de oorlog in Oekraïne.